mensen, top dat jullie bekijken en welkom bij deze werkplaatsvlog. Kijk wie hier is, Fabian. Waar kunnen ze jou van kennen, Fabian? Ik ben van de Discord, van de onofficiële Mastermind Discord en ik heb de website MM Translation gemaakt. Ja, zo is het. En je hebt vakantie nou. Ja. En dan komt een dagje mee helpen, dus dat is een goede zaak. Ja, mooi. Hey, je hebt al eens verleden wel eens een en ander gesleuteld, toch? Ja, een klein beetje. Nou, dan komt dat helemaal goed. Dus je weet hoe je de bout en moeren los moet maken en zo. Mooi, dan kan je mee helpen. Ik heb hier iets voor je liggen. Ik had eerst bedacht, ik ga dit allemaal schoon laten maken wat hier ligt. Nee, dat is een mooi klusje. Daar heb ik zelf geen zin in, maar ik denk dat is ook wel een beetje. Ik heb een beter klusje voor je. Ik heb hier. Hier zo, ik licht even bij. Oh, deze. Dat is de olietank uit de BNP. En die moeten we ook openmaken en schoonmaken. Nou, dat wil ik jou laten doen eigenlijk. Er zit, dit is een pomp. Ik verwacht als je die leiding losmaakt en je haalt de flens los, kan die pomp eruit schuiven. Er zal waarschijnlijk iets van een aanzuigbuisje aan zitten, denk ik. Moet je even kijken. Aan deze kant. Als je deze losdraait, die moeren, dan kan die voorverwarmer kan eruit. En dan kunnen we in ieder geval kijken in de tank wat daar nog verder voor rotzooi in ligt. Hij heeft dan al een keer een hele nacht op zijn kop gelegen en leeg blubberen. We hebben gisteren vorige week de laatste restjes eruit laten poepen, om het zo maar te zeggen. Maar er zal nog steeds wel van die blubber in zitten. Dus we willen in ieder geval goed schoonmaken. Ook kijken hoe die aanzuig, daar zal nog een zeef aan zitten, verwacht ik. Dus die moet ook schoonmaken. En ja, kijk eens hoe branden, hoe dat eruit ziet. Die kunnen we straks ook weer normaal openmaken. Eigenlijk gewoon, begin maar gewoon los te maken. Ik maak daar een paar foto's hoe het zit. Dan weet ik weer hoe het straks terug moet ook. Ik zou zeggen, als er dingen zijn die je over twijfelt, dan roep maar even vooral even bij. Dan kijk ik even mee. En dan komt het verder wel goed, denk ik. Ja. Nou, mooi. En ik wil aan de motorblok beginnen dadelijk. Daar zitten we stiekem allemaal een beetje op te wachten natuurlijk. Hè. Ik ook, want ik ben echt heel benieuwd. We hebben het spruitstuk eraf gehaald vorige keer. En toen viel er echt een boel van die zut uit. Het ligt hier nog. Dat kan dus uit de inlaat vallen. Ik wil in ieder geval beginnen met de brandstofpomp. Die brandstofleidingen eraf halen, spruitstukken eraf halen. Als die leidingen eraf zijn, kunnen we de kleppendeksels eraf gaan halen. Kunnen we daar alles onder kijken hoe dat eruit ziet. Verstuivers moeten eruit, die wil ik gaan testen. Cilinderkoppen wil ik gewoon eraf halen ook. Nou, belangrijk dat we de timing natuurlijk wel markeren, dat we niet hetzelfde krijgen als bij de type 69, dat we alles weer helemaal moeten op tijd zetten. Dat is niks, daar wil ik liever voorkomen deze keer. Ik had ook al suggesties gehoord, zeiden mensen van ja, je moet nou compressie meten naar de motor eruit ligt. Maar dat zou kunnen. Alleen het probleem is, om de motor eigenlijk rond te gooien en te starten, dan moeten we de olietanker dan naast hebben staan. Want ja, anders heeft hij geen smering, dus dat is wel belangrijk. En ik verwacht eigenlijk dat de compressie niet best is. Maar het ding is, de cilinderkoppen, als die eraf zijn, die kunnen we ook heel eenvoudig testen. We kunnen die dichtheid van die kleppen, die kunnen we simpelweg testen door de cilinderkop schoon te maken. Gewoon met de kleppen naar beneden op een mooi wit vel papier te zetten. En dan vervolgens een beetje diesel bovenop de kleppen te zetten. En als er dan erheen lekt, dan is die dus niet dicht. Dus dan kun je mooi zien waar druppeltjes komen. En dan zie je vanzelf waar die lek is. En ik verwacht dat dat niet best is. Dus dat zouden we dan ook met een compressietest gaan zien. Ja, en dan is even de vraag hoe goed of hoe slecht die cilinders eruit zien. Of dat we dan ook de zuigers eruit moeten halen. Je zou zeggen, het is gemakkelijk als hij zo ver uit elkaar is om even de zuigers eruit te halen, maar dat is niet even. Want ik heb al wel vernomen dat die drijfstangen met heel speciale moeren vastzitten. Daar moet je echt speciaal gereedschap voor maken. Dus. Maar goed, we hebben al meer speciale gereedschappen gemaakt, dus misschien... We gaan het zien, laten we er gewoon gauw aan beginnen. Hey, en nog eens even iets. Als jij nou thuis ook een project aan het doen bent, en dat mag van alles zijn, een auto, een motor, je huis, je tuin, weet ik veel. Als jij zelf een project doet en je deelt dat nu met WD40, dan maak je namelijk wekelijks kans op een prijs van €500 klustegoed of een hoofdprijs van zelfs €6000 klustegoed. Dus dat is zeker de moeite, dat is altijd lekker als je aan het klussen bent. Dus check even de link in de omschrijving, de WD40 Fix It Challenge. Dus doe dat!
hoeft niet eens een foto te zijn, maar ook gewoon een verhaal zijn. Als je gewoon je verhaal typt, dan maak je dus al kans. Dat is een kleine moeite en nou, toch lekker als je bezig bent met een project. Hé, hey, laten we eraan gaan beginnen. Jawel. Aan boord. Zo. Ja. Dan laat ik jou achteruit lopen. Dus dat is een goede verdeling. Alsof de lepels van heftig zijn daar. Oh, je hoeft niet tussendoor te lopen. Neem ik maar zo op. Dat is nog eens een ergonomische werkbank. Hoe hoog wil je hem hebben? Ja, dat is toch goed. Ja? Nou, perfect. Okay. Je ziet dat hij eigenlijk niet gedrukt is, dan kun je zorgen dat je die eronder legt. Ja, hier zitten draadboringen op. Ik maak even een paar fotootjes daarvan. Ja, nou sta je erop hoor. Ja. Zeg dat die uitgelost moet zijn. Nou, deze is losgeschroefd. Ja, die is eruit. Dat is goed. Mag ik deze eens? Oh, even zo. Ik denk dat we hier gewoon een beetje tussen moeten. Reken voorzichtig. Liefst zonder een gat in de tank te douwen eigenlijk. Ja, er zit beweging in. Kijk, dat was hem. Ja hoor, hier, aan jou de eer. Oh, er zit helemaal geen aanzuigbuis aan, lijkt wel. Oh, er zit muziek in. Mooi hoor, hey, dit is, maar dat is die voorverwarmer. Dat is, als je deze losdraait hier, dan kan je heel die buis eruit trekken die daar binnenin zit. Oké, nou dat doen. Zo. Plop. Zijn ze. Alle boeren zijn eraf, hè? Ja, alleen deze manier kan het niet af. Oh ja, ja, maar daar zit het niet op. Ja, precies. Dat is een afgeslepen ding. We hebben meer van die schroevendraaiers nodig. Dat komt er wel af, kijk maar eens. Misschien ook een keer aan de andere kant. Dat plakt denk ik aan de andere kant nog wel. De andere kant zijn er. Ja. Wat een verrassing. Ik heb nog meer aan het draaien. Ja, daar komt hij. Ja. Hoppa. Er zit alleen een hart van die vingertjes zo te zien. Ja. Ja, dat ziet er goed uit. Wacht even. Kijk hier. Nou, schuim deze op. Daar is hem. Voorverwarmer ook. Kijk hier dan. Mm. Zie je dit? Lekker. Het ziet goed uit. Hè? Nou, maar het valt wel mee. Het ziet er niet slecht uit eigenlijk. Hoe ziet dat eruit? Wel. Maar het valt ook wel mee. Ja. Zo vuil is hij niet. Goh, die hadden we ook met stone cleaner uit moeten spuiten. Zo. Hoppatee.
Dit ziet er helemaal niet lekker uit hier hoor, wat hier uitgekomen is. Hier. Lijkt meer water dan diesel wat daar ook nog uitkwam. Nou, dit is toch wel diesel. Hoe kunnen daar de kleppendeksels eraf? Aan deze kant hebben ze geklungeld. Want hier zaten eigenlijk ook borgdraadjes doorheen. Die zaten aan deze kant er niet op. En hier zit nou ook geen koperen ringetje hieronder. Dus het lijkt wel dat ze het kleppendeksel een keer eraf gehaald hebben. Zo. En nog een brandstofleiding. Dan moest je een dopje hebben met een veertje erin die meteen het moersje eruit trekt. Ik denk dat dit er allemaal best goed uitziet hoor. Ja. Ik heb hier niet echt slechte verwachtingen bij, eerlijk gezegd. Maar kan natuurlijk wel tegenvallen. Zwart geblakerd. Ja. Het zal wel een flink kool in zitten. Dan kunnen we best de schroevendraaier tussen tikken, dat zie ik zo wel. Ja, daar komt ie. Nou. Oh, kijk hier dan. Wat een naar dingetje. Wat een pestkop. Oké, die moet nog even los dus. Maar hij hoeft niet helemaal eraf. Als we hem een beetje losschroeven, dan is het al genoeg. Dan gaat hij al omhoog. Haha. Kijken. Oh! Nou, dat valt nog wel mee. Er heeft wel water in gezeten, maar het ziet er toch niet slecht uit. Een beetje condens erin. Ja. Maar dat kan ook een afspuiten zijn zelfs. Ja. Beetje nattigheid, maar geen roest. Die nok wel een beetje. Hier. Hier, die nokken zitten er toch niet de roest op. En hier. Ja, dat valt allemaal wel mee. Dit ziet er best goed uit. Ja, dit blok heeft geen koningsassen. Zie je dat? Zit gewoon met een tandwiel drijft het daaraan. In plaats van een haakse overbrenging. Koningsassen ook met een tandwiel uiteraard. Maar dan heb je een haakse overbrenging hier. En dan lopen die assen zo naar, ja, naar de krukas. Maar dit zijn dus... Ja, waarschijnlijk zit er verder op nog. Door een tandwiel. Ik zie hem al. Oh ja, hier op deze as natuurlijk. Jazeker. Hier hebben we nog een tussenas. Ja, hier, dat dekseltje daar. Daar zit die, als je dat eraf haalt, dan kun je die as eruit halen. Maar dat hoeft gelukkig nog niet. Ja, dat is, oh ja, dat is die verbrandingskamer inderdaad. Maar dat ziet er eigenlijk helemaal niet zo slecht uit. En dat stuk wat eraf kwam, want daar zit die, daar zit een soort van sproeier of zo in. Ja, het is ook gewoon netjes. Maar dit valt niks tegen. Ik zal eens even kijken die gloeibezier doet die erin zit. Deze denk ik. Ja. Dus even zien. Deze zo. Ja. Yes. Even kijken. Ja, volgens mij wel. Kijk maar eens. Ja. Ja, oh ja, ik zie hem ook. Je moet er zo in kijken, dan zie je hem. Zo, schuin erin kijken. Ik zie hem. Zie je hem? Deze even in de buffetterbak, of onvetterbak, als je me natuurlijk wil zien.
deze even schoonmaken normaal. Moet die ook uitspoelen, kijk dat die... Ja, daar op de bodem zit best wel veel koek volgens mij nog, als ik dat zo zie. Maar dat moeten we wel proberen een beetje eruit te krijgen. Tja. Hey Fabian, heb jij je project al ingestuurd voor WD40, joh? Nee, nog niet. Nou, jij bent al met computers bezig, maar dat kun je ook gewoon insturen, hè? Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Als je iets stofs hebt gebouwd, dan is het toch wel moeite. Je kunt er toch wel wat toch wel aardig prijs die kan winnen. Ik mag niet meedoen. Anders had ik nog wel een paar projectjes om in te sturen. Nou, wacht. Nee, we kunnen hem zo ook wel losmaken, het leidingje. Oké, moment van de waarheid. Dat kan natuurlijk, hè. Ik zie hier trouwens ook wel echt een flinke deuk. Ja, deze is gewoon echt tegenaan liggen klapperen in het voertuig. Oh, hier. Wat is hier dan? Dat is olie. Ja, een beetje olie wat eruit komt. Hebs. Kijk eens aan. Die ziet er iets roestiger uit dan die andere. Maar ook niet slecht. Ook geen kleppen die open blijven staan of zo. Ja, hier ook een beetje, maar. Hier. Ik vind het van die akelige moertjes, maar toch gaan ze wel gewoon los. Elke keer ben ik bang dat ze afbreken. Dit zat bij die 69 ook zo. Ja, ze doen het wel. Dat zijn die moeren waar het ding mee vast zit, zie je? Ja. Het is ook echt zo'n dun randje, maar ik vind deze vind ik altijd zo spannend om los te draaien. Ik denk altijd dat die afbreken, maar afkloppen, we hebben er nog nooit één stuk gemaakt. Huppatee. Oh, we moeten trouwens die verstuiver er ook al meteen uithalen. Dan zitten die nokken dadelijk weer in de pad. Het ziet er toch niet zo slecht uit. Die tip. Best netjes. Goed nadenken. Laten we deze ook gelijk eruit wippen. Dat is wel goed, want als ik kijk hoe deze verstuiver eruit ziet, lijkt het dat daar geen water in gezeten heeft. Maar goed, we hebben er nog een paar. Deze gaat bijvoorbeeld al een stukje moeilijker eruit. Het moet een beetje op en neer gewiebeld worden, denk ik. Laat die terug. Hers. Vettig, maar dat maakt niet uit. Die olie loopt er langs bovenin. Hè? Dit komt niet uit de verbrandingskamer. Kijk, hij heeft hier. Hier zit het brandplaatje, die afdichting. En dit stukje zit eigenlijk in de verbrandingskamer. En dit stuk, ja, daar zit hier gewoon in een kanaal waar ook gewoon olie in kan lopen. Kijk, dan moet hierboven misschien wel, was de bedoeling dat hij iets zou afdichten. Maar er zit geen pakking of zo tussen, dus die olie kan hier gewoon in gaan staan na verloop van tijd. Luister. Dat klinkt echt niet goed, toch? Dat. Dat klinkt als een vreter. Ik denk dat daar echt een cilinder is die echt dramatisch is. Ja, goed. Hij heeft nog een aantal over. Dus dat vind ik nog steeds dat hij wel had mogen starten. Die? Ook al niet zo. Zit er goed vast, deze. Eigenlijk kon er wicht niet tussen tikken. Maar dan gaat hij wel. Oh, dat moet lukken, denk ik. Wel heel kort gemaakt.
had hem nog wel iets langer mogen laten. Tori, ik denk ik maak hem niet te lang, anders wordt het zo'n zwabberig geval. Dat is niet handig. Nou, we maken hem langer, want dat is niet handig. Daar gaat. Dan kan ik een toeltje maken om eruit te trekken daaraan. Nou, I have another ID. Eens kijken of dat dit gaat lukken. Zit goed vast. Moet je niet bewegen. Niks. Jo, niks doet hij. Zo vast dat hij zit, joh. Verschrikkelijk. Kan dat toch zo vastzitten, hè? Ja, dan moeten we toch echt gewoon een ding maken dat ik hem vast kan draaien in die bout en dan eraan trekken. Dat is denk ik de enige manier. We zijn alweer even verder. Ik heb net een hele bespreking gehad. We zijn alweer na de lunch. Zo snel gaat het. Tijd vliegt altijd voorbij. Verschrikkelijk. Hey, ik heb hier nog over na zitten denken. We hadden net met die trekker eraan gedaan. En net voor de lunch had ik nog een keer een ingeving. Heb ik even geprobeerd om eigenlijk met de koevoet en met een stukje hout hier tussen en hem zo eruit te trekken. Maar hij heeft er echt geen zin in. Nou zouden we een gereedschapje kunnen maken wat hier helemaal overheen zit. En dan we hem echt met die bout eruit kunnen maken. Dat we een speciaal soort van trekker ervoor maken. Wat we ook kunnen doen, wat we natuurlijk toch al van plan zijn, is de cilinderkop eraf halen. En deze bestuivers gewoon langs onder eruit persen. Dan maak ik gewoon een aluminium propje. Wat hier heel mooi tegenaan kan drukken. En dan natuurlijk niet op het puntje. Dan boren we een gaatje dat dat puntje mooi ongemoeid blijft. Dan hier op deze rand drukken. Dan kan ik precies draaien dat hij echt die vorm heeft. Pers hem gewoon. Hup. Langs daar eruit. Dan kan het eigenlijk niet anders dan dat hij eruit komt. Dus. Laten we eerst kijken of we er hier nog een paar uit kunnen halen. Want misschien dat deze wel meer zin hebben. Hey, Fabian, ja. Oude olieboer, hoe gaat die daar? Goed, goed. Het is schoon aan worden. Lekker man. Kijken. Ja, dit is wel, het is allemaal niet aangekoekt en zo hoor. Nee. Het is wel een drap zeg. Ja. Het begint er wel goed uit te zien. De olie begint ook, de diesel begint ook best wel dik te worden. Ja, dat geloof ik. Het is jammer, want ik had nog anders heel veel diesel dat we zo hadden kunnen vervangen, maar... Ja, die is allemaal weg. Daar hebben ze nou mooi geconfiskeerd en gebruiken ze nou om hun eigen vuilnis mee op te stoken, denk ik. Het verschil kan er zijn, hè? Hier. Hij kan alleen nog niet eruit, waarom niet? Waarom gaat hij er niet helemaal uit? Hup. Ja joh. Wat een prut. Die wel in draagt. Hup. Hoppatee. Ja, ze moet toch een beetje extra aandacht hebben. Ja, maar ook niet te veel. Zo komen ze er gewoon normaal uit. Geen tijd te verliezen. Borgingen los, uitlaat eraf.
kop eraf. We gaan erin kijken daar. Ik wil het zien. Ik ben benieuwd. Deze zit er wel zo knijten vast en hier piept ook iets aan deze kant. Ik denk dat hier één cilinder echt helemaal naar de bal is. Zo. Hoppa. Het is weer een soort van beitel geworden. Die hebben we nodig om die boringen los te tikken. Kijk, dat gaat goed. Zo. Dit is een soort van jammer. Dat gaat echt niet. Of wel? Nope. Zo eigenlijk ook niet. Je moet eigenlijk heel die brandstofpomp weg voor je daarbij kan. Fatsoenlijk. Nou, zo kan we. Ze hebben niks te vertellen. Oké, stadje grappenmakers. Ze hebben hier een moer zitten. En daar kan ik eigenlijk. Ja, de ring die past er niet op. En mijn steeksleutel kan ik er eigenlijk ook op geen manier bij. Ja, zo past hij nog het beste, maar dan kan ik hem ook niet meer draaien. En zo kantelt hij eraf. Dus dit moet gewoon eerst uit de pad. Die brandstoffilter moet weg. En dan past mijn steeksleutel tenminste goed. En dan heb ik nog een kansje dat ik die los krijg daar. Ja, dat is mooi. Dit is goed of zo. Is het ook ja, het is zwart. Gaat er niet af. Oh ja, is het gewoon een... Nou, dan heb ik nog iets voor je om uit elkaar te schroeven. Een schroef kan je aan deze kant deze er wel af gaan halen. De inlaat spijkstuk. Oké. Hetzelfde bakje? Ja, er ligt al een bakje. Er ligt één bakje, daar zit alles in van die injectors. Die andere is gewoon alles bij elkaar. Yep. Oké, even kijken. Dan gooit die. Dan moeten we alleen deze. Kijk, ja, nou wel. Oké, laat ik dit ding even daarin zetten. Kijk, oeh. Komt allemaal wit spul uit? Ja, er zit gewoon nog steeds water bij. Dit is, zie je dan, de prut er nog uitkomt. Dat is toch gek, en dat hebben we dan tot in de treuren doorgespoeld. Maar, nou, dit is wel gewoon diesel hoor, wat er nu uitkomt. Een boordplaatje helemaal wegdoen. Kijk. Dat is het. Dan doet je het, hè. Moet je nou toch kijken. Volgens mij vonden de andere monteurs deze moer ook lastig. Maar dan aan deze kant. Hier. Ja, hij zit er toch op. Hand vast, zo, klaar. Yo, succes, houdoe. Goed om te onthouden. Niet dat je alle moeren erop draait en dan als laatste denkt van, oh ja, die moet er ook nog op. Die als weer losdraaien. Oké, okay. Laten we kijken. Oh! Ik heb nog wel wat meer. Ja, dat ziet er lekker uit. Hé, dit zijn pakkingen, zie je dat? Het is goed om even eraf te halen. Waar is het nou af? Daar heb je een zwarte vinger, jongen. Speciaaltjes. Ja. Komt wel gewoon goed los. Het is wel. Ja, straks even de boel markeren wel. Want als die cilinderkop. Ik wil eigenlijk die cilinderkop eraf trekken nog dadelijk als het lukt. Want ik denk dat als we deze namelijk eraf halen, dan kunnen we echt direct zien wat er aan de hand is. Deze, volgens mij is deze cilinder. Die maakt volgens mij geluid, of deze, een van die twee, waar die, ook die verstuivers niet uit willen. Zit het goed strak, zo? Ja, die zit goed strak, ja. Daar ligt gewoon een hoop van die poep in. Let maar op. Druk doen? Ja, ik moet opzij. Ik kloppen. Kom maar.
één brok. Ja, ja, ja. Een harde. De rommel zijn het gewoon, hè. Het ziet eruit. Ja, ik moet zeggen, ik ben heel zacht in te drukken en ze breken gewoon helemaal. Ja. Dat was het. Die kant hebben de oliefilter zitten. Dat kan ook weggeschroefd worden trouwens. Even de goede hoop dat er misschien wel een merkteken op zou staan, maar... Nee dus. Mijn schattige blikje met zegellak. Oh nee, gewoon een verfblik. Maar het werkt ook. Zo. Even kijken. Nou nog die voorste. Goh, nou. Tand, sleutel 27. Heb je zin vandaag? Kunnen we twee dingen doen. Dat is of de nokassen eraf gaan draaien. Of een stukje van sleutel afhalen. Ik ga toch gewoon de nokassen eraf halen. Dat moet toch, want... Als we de straks weer vast moeten draaien, dan, ja, dan moeten we het toch met een bob doen en een momentsleutel. En ja, dan gaat dat gewoon zo niet. Dus dat moet gewoon eruit. Daar zal een boel olie uitkomen nog. Die moet misschien bij in de lekbakje leggen daar. Van ons onderstaan op. Ja, valt er mee. Oh. Ja, gewoon daar zo. Hey. Hebben we geld gevonden? Is het geld? Ja. Ja, nou, en wat voor geld is het? Dat was goed. Ja, dat helpt niet met handschoenen. Is het Tsjechisch of Engels? Ik denk Tsjechisch. Vijf. Dat is goed. Hij heeft nog wat, dus geen idee wat het symbool is. Nee, ik niet. De andere kant. Dat kan ook, 50 kan ook. Zet hierop. Republika Česká. Ja, Tsjechisch. Ja. 1998. Hoeveel is 50 kronen? Zijn er kronen in Tsjechië? Volgens mij wel. Zijn die cent dan? Kronen cent of zo? Ja, kronen. Geen idee. Grappig. Zoetcentkronen. Nou, mooi. Weer al iets gevonden, hè? Maar nog steeds geen goudstaven. Jammer is dat, hè? Ik ben altijd in de buurt van goud. Ja, dat al wel. Dit heeft alweer, heeft toch weer waarde. Hoppa. Die ziet er beter uit, geloof ik. Die ziet er heel goed uit, geloof ik. Ja. Ah, heel goed is dus, weet je ook even, maar beter net. Oh, ik zie hier alleen wel water in staan, volgens mij. Ja, dat kan, hè. Het is van het afspuiten. We hebben dat natuurlijk ook in die uitlating gespoten. Dus daar hebben we gewoon water in gespoten. Ja, klopt. Kijk. Komt die al. Hier alleen nog niet zo van harte. Ook die gaat het wel doen. Ja, hij gaat al open daar. Zo. Je kunt aan die andere kant die borgen ook alvast losmaken als je wil. Ja, dat gaat er zomaar niet af. Vreemd. Ja, dat is allemaal echt pas heel nauwkeurig, hè. Die kan eraf. Ja, kijk. Ja, top. Zo, deze. Nou kunnen ze eruit. Huppatee. Zo. Zo. Die. Zo. Moet even kijken hoe we dit hier markeren.
Ja, we hebben nog een netje, maar dan krijg je hem ook niet eraf. Hij zit juist onder die schroefdraad. Kijk, maar nou heb ik hem. Hoppatee. Flops. Dat is hem. Nou, los. Zo makkelijk kan het zijn als je erbij kan. Deze nog. Die had ik al een paar los gekregen. Die lukken wel. Nou, die is het. Dat zijn ook niet de minste natuurlijk, deze. Dat blijft bij het volgende. Ja, wel, dat gaat wel. God, die zit wel vast. Ja. Toch geen split ring meer in, nee. Nee, deze zijn niet geborgd. Die zijn gewoon koeien vastgedraaid. Hey, kijk hier, even een plaatje ertussen geschroefd tegen het tandwiel. Dan kan die in ieder geval niet meer verdraaien. Dan weten we als we hem hier straks op nul zetten weer, krukas. Dan is deze gewoon goed. Dan kunnen we aan de hand van de merktekens de nokkas gewoon goed terugzetten. Dan hoeven we in ieder geval niet helemaal weer op tijd te gaan zetten daarna. Er komt gewoon water uit die luchtstarterleidingen ook. Jee joh, hoe kan dat toch? Kijk hè. Ah, dat is gewoon olie. En dat is eigenlijk ook niet normaal. Er hoort eigenlijk geen olie uit te komen. Ook helemaal niks. Is goed. Ja, een keer scheepsrecht, hè? Ja. Ik hoop niet, hè? Wat? Daar komt geen water nee, uit. Helemaal niks. Alle drie niks. Leuk. Ja, precies. Ja, dit wordt dadelijk leuk, want het is natuurlijk vrijdag als we dit opnemen. We gaan dadelijk ook live voor Patreon. En normaal is Fabian er ook altijd bij. Ik ben dan aan de andere kant van de camera. Dus hij is er vandaag live bij. Yes, yes. Ik ben een beetje mijn grote steeksleutel of zo. Zo onder. Kijk, nu gaat hij al. Deze daar ook nog een keertje. Hup. Dat is handig. Heel het leidingwerk is één grote bussel eraf. Des te makkelijker wordt het straks om het weer op zijn plek terug te zetten. Zo. Maar nu, nou zou deze cilinderkop misschien wel los kunnen. Easy peasy. Komt er gewoon vanaf. Snap niet hoe die gasten kunnen werken in zo'n rotzooi. We gaan, oké jongens. We gaan volgende week, we gaan morgen die cilinderkop eraf halen, want ik ga nu het gereedschap opruimen. Oh nee, we hebben nog wel 5 minuten. Laat het gereedschap gewoon even lekker daar liggen en we gaan het ding eraf pakken. Maar niet lopen janken in de comments dadelijk dat er een puinhoop is, want we proberen gewoon door te buffelen en het ding open te trekken. Want ik ben net zo benieuwd als jullie hoe dit er van binnen uitziet. Dus we gaan het nou openmaken en helaas hebben ze dan geen tijd meer om het gereedschap op te ruimen. Maar dit willen we toch even zien natuurlijk. Verder omhoog tillen. Zo. Dan kunnen we dadelijk de moer eraf pakken als het goed is. Nou kan hij er wel af, denk ik. Oké, ik ga hem eraf pakken. Kijk eens aan. Het valt wel mee, eigenlijk. Daar heb je hem nou goed. Er zit wel wat roest in, maar... niet dramatisch. Ik moet deze even andersom leggen. Hier zit wel veel roest in die kop of wat? Die meeste rechte linkerkop zit voor mij best veel. Valt ook wel mee. Ziet er echt niet slecht uit. Dit is niet nieuw, maar ik vind het ook wel meevallen. Ja.
Ja, hier. Cilinderbus met putten erin ook. Roest. Roestschade. Dit is van het afspuiten, denk ik. Dat water wat er nou in staat. Daar hebben we waarschijnlijk gewoon langs je inlaat naar erin geblazen, denk ik dan. Geen aluminium pakking hier tussen, overigens. Het zijn deze, die koperen ringen die hier zitten. Dat is gewoon de afdichting. Ja, en hier deze kanalen, die zijn allemaal met rubbertjes. Nou, ik schrik er niet zo heel hard van. Het is niet nieuw, maar het is een lang pakken. Nou, het is wel slecht hoor, daar toch. Daar. Eigenlijk gewoon goed doen. Zuigers eruit. Ding een beetje opboren of honen. En dan gewoon nieuwe zuigerveren erop. Die koppen nakijken. Kleppen misschien terug opnieuw inpoetsen. Dus die klepzittingen zullen ook wel wat geroest zijn natuurlijk. Dan heb je gewoon een hele goede motor weer. Nou, dat zou misschien wel eens kunnen werken, toch? Ja, even kijken. Huppatee. Ja, nou is het jammer, want nou moet hem eigenlijk. Nou moet ik hem nog afdraaien. Maar de bijtelhouder die wil niet meer meewerken. Oké, ja, toch de bijtelhouder dan even houden. We moeten nog meer afdraaien, denk ik. Kijk, joh. Ja, die valt eruit. Nee? Ja. Oh nee, hier lijkt als het donker liggen, lijkt dat er geen schroef uit zit. Maar dat hebben ze wel allebei. Deze kan er nog steeds niet helemaal uit. Ja, jongen. Oké, meer afdraaien. Blijft gewoon zwaar gaan. Hier. Nog niet. Erg. Ik denk dat je elke keer nu is hier. Maar hij denkt van niet. Op een gegeven moment is de koning klaar met hem. Hè? Beetje speciale behandeling. Man. Hier. Bij de hand gaan zitten doen en niet los willen gaan. Komt er toch wel uit. Hoppatee. Nou, dat is goed gelukt. Ligt uit elkaar. Lekker man. En dat is me goed ook, want we moeten het eigenlijk gaan afsluiten. Hè? We moeten alweer live voor Patreon. Die zit alweer te wachten op ons natuurlijk. Maar toch gelukt. Cilinderkop eraf. Kun je nou wel iets zeggen over die motor? Het is niet helemaal goed. Maar het is ook niet dramatisch. Zullen we het daarop houden? Maar ja, we hebben daar natuurlijk nog een kant die open moet. En misschien wat voor verrassingen daar weer te wachten staan. Maar dat gaan we morgen zien natuurlijk, hè. Dan gaan we die eraf halen en dan kunnen we kijken hoe dat er daar aan toe is. Er staat ook water in, maar ja, dat is van het afspuiten. Oké. Okay. Ja, mooi. Hey Fabian, hoe was het zo'n dag meedraaien? Ja, dat was super leuk. Ja, en dadelijk live bij Peter, ja. Dan ben je er ook bij natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat is wel... Ja, ben benieuwd. Kijk wat ze zeggen, want het is een verrassing. Daar hebben we helemaal niks van verteld, dus niemand weet dat nog. Gaan ze dadelijk zien. Hey, dat was het. Ik zou zeggen, de English summary in de description. De comments ook. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.